ziet dat ik er ook net ben zoals Biden. De mente kleine meisjes snuiven Biden, de US puppet president. Power to the people, power to the truth, power to the peace. En vooral, heel belangrijk, power to het vorm van democratie. Beste kameraden, we staan waarschijnlijk aan de vooravond van de belangrijkste verkiezingen van de eeuw, kan je wel zeggen. Op het spel staat het voorkomen van een derde wereldoorlog. Het stoppen van de slachter van de Gaza, Netanyahu. Ook trouwens een CIA-puppet. Die inmiddels 800 vrouwen en kinderen heeft vermoord in de Gaza. En ik meen, tellen staat op 6000 onschuldige burgers weggebombardeerd. Niks aan de hand. Pas op voor Poetin. Poetin pleegt oorlogsmisdaden. Netanyahu niet, goeie man. Nou, in ieder geval, u ziet het. Ik ben vandaag 69 jaar geworden. Je zegt het niet over jezelf, maar ik vind dat zelf nogal uniek. Er zijn, zoals mijn volgers weten, tenminste 3 moordaanslagen op mij gepleegd. Eentje al in de jaren 80. Voorpagina Nieuws van de Dag nog. De Telegraaf had nog Nieuws van de Dag. Eerst 2 schoten, daarna knalde het los. Nou, ik kan het u al zeggen, want het is al verjaard, dat toen het los knalde, dat was ik. Ik heb die man die op mij schoot 2 keer gericht. Korte afstand, 3 keer in zijn been geschoten. Die is ook aangehouden met de kogels in zijn been. Daarna heeft de AIVD van het WEF Kinderlokkers pedofiele regime US puppet Rutte heeft AIVD moordenaars Hoerenjong Bruinrad Bas van Hout en Junkie Peter R. de Vries ingezet om mij samen met de politie en het OM te wurgen. U kunt de beelden gewoon terugzien op YouTube. 100.000, 200.000 keer bekeken al. Geen geheim. Oké, en u weet, daarna in 9 december 1999 werd ik opgewacht door 2 Joegoslavische huurmoordenaars. Kogel door mijn arm, kogel door mijn lever, maar ik heb het overleefd. Dus nu ben ik 69 jaar geworden. Mijn dank aan alle kameraden van de straat binnen en buitenland die mij gefeliciteerd hebben. Daar ben ik zeer erkentelijk voor. Maar goed, toch gaat altijd wel een bepaald moment van de dag mijn gedachten uit naar de verschrikkelijke armoede die in Nederland heerst. Ja, dat is geen natuurramp. Nee, dat is willens en wetens gecreëerd. 13 jaar wan- en misdadig regime van man-vrouw het Rutte. Gesteund al dan niet afwisselend door de PvdA-hoertjes, de GroenLinks-rechtsnaties, CDA, SS, D66, de bekende kartelpartijen. Nou ja, ik ben inmiddels al een maand of zo onderweg. Ik zit hier op een tropisch eiland. Politiek vluchteling natuurlijk van het nazi-regime Rutte. Maar mijn gedachten gaan zelfs op mijn verjaardag uit naar de Shamile, Jiddisch gezegde. Want vergist u zich niet, ik ben altijd solidair en tegen de holocaustontkenners met mijn Joodse broeders in Amsterdam. Maar ook met mijn moslimbroeders, die hebben net zoveel recht op een normaal gelijkwaardig, menswaardig bestaan. Nou ja, in ieder geval, de wachttijd bij de voedselbanken is inmiddels opgelopen tot 2-3 uur. De onmenselijke voedselbanken van PvdA, Jetta, Kleinsma, Kapo, die nep-invalide, de godmother van de voedselbanken. En, misschien is het u nog niet opgevallen, is mijn raadsel wat de mensen allemaal niet opvalt, daar zult u nooit een nazi-as of Oekraïense vluchteling in die rij zien staan. Of een oliedollebaardman, die zitten in een 5-sterrenhotel of op een cruiseschip. 3 maaltijden per dag, zakgeld, verzekerd, geen parkeergeld, ja, OV-kaartje gratis. Jullie worden in de watten gelegd. Ik roep hierbij, op mijn verjaardag, zou een mooi cadeau voor mij zijn, het mooiste cadeau dat ik zou kunnen krijgen, is dat de mensen die elke week bij de voedselbank staan, nu eens een keer gaan stemmen. En alle andere mensen die in de shit zitten, in de armoede. En natuurlijk niet op een kartelpartij, maar op de enige echte verzetspartij in Nederland, Forum voor Democratie. Zodat ze een einde maken aan deze walgelijke regime-toestanden van het WEF-regime Rutte. En daarna niet meer in die rij staan. Als je met z'n allen daar staat, organiseer je en marcheer naar die WEF-koningin van Amsterdam. Halsema, man-vrouw natuurlijk. En eis daar bij het stadhuis ook een plek in het hotel.
gratis eten en zo. Eis gewoon hetzelfde wat ze elke dag cadeau geven aan die nazi-asso-vluchtelingen en die oliedollarbaardmannen. Nou ja, dit is waar ik nu verblijf als politiek vluchteling. U bent de eerste, vertel het niet verder, is geheim. De Internationale Socialistische Partij heeft mij een privé-eiland aangeboden in een echte heuse jungle-rivier. Dus ik woon hier nu op dit eiland, is van mij. Kijk, privé-eiland, ik ga er nu naartoe. Ik moet nog een beetje dingetjes bouwen enzovoort. Oh ja, tussen twee haakjes, kleine geitje. Alles herhaalt zich. Ik ben dus in Cambodja op een eiland.